Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken geeft aan dat er binnenkort een reis zal zijn naar ons buurland Guyana, waarbij gesproken zal worden over diverse actoren die afspelen binnen beide landen. Ik zei, ik heb 7-8 punten. Dit is het laatste punt dat is toegevoegd. Alle andere zaken die in de relatie spelen, zijn geïnventariseerd. We gaan er niet meteen diepgaand over praten. Zoals ik zei, dit is het eerste gesprek om die agenda vast te stellen. En dan komt er nog een formeel gesprek met anderen erbij, andere ministeries. Want we gaan praten over visserijsituatie, we gaan praten over die grens, we gaan praten over de strategische samenwerking, we gaan praten over de quarantainebrug. Daar ben ik niet alleen verantwoordelijk voor, maar er zijn andere ministers. Dus, maar dit gesprek is belangrijk om te zeggen, kijk, we hebben een paar issues die we moeten bespreken. Laten we overeenstemming bereiken over 1, hoe we die issues gaan bespreken, de aanpak, en 2, welke issues. En ik ben ervoor overtuigd dat ik wel met die informatie terugkom. Minister Mark.